De VOA is met spoed onderweg naar het centrum van Almere. Twee auto's hebben daar een flinke klapper gemaakt. Een Volkswagen Golf en een Ford Fiesta hebben elkaar op de kruising geraakt. Beide auto's zijn totaal los. Hulpverleners zijn druk bezig met de slachtoffers. Het gaat om de bestuurders van de auto's. Een botsplaats hebben we. En straks als alles weg is, dan gaan we het gewoon even vastleggen. De deuren van de Golf waren door de brandweer losgeknipt om de bestuurder te bevrijden. Op zoek naar de oorzaak van de aanrijding wordt de auto nu zoveel mogelijk teruggebracht in de staat van vlak na de aanrijding. Dat betekent dat de deuren er weer ingezet worden. Ook de sporen op het wegdek worden gemarkeerd. Naast het kruispunt staat deze witte kast. Hierin staan alle gegevens van de verkeerslichten opgeslagen. Met die gegevens kan de VOA vaststellen of de verkeerslichten het deden en of een van de auto's misschien door rood is gereden. Als alle sporen zijn vastgelegd, worden beide auto's tegen elkaar aangezet om te zien hoe zij elkaar precies geraakt hebben. De Ford heeft de Volkswagen net voor de voorwielen aangetikt. Die is daarna via een lantaarnpaal midden op de weg tot stilstand gekomen. Uit het onderzoek naar de verkeerslichten blijkt dat de bestuurder van de Golf met zo'n 100 km per uur op het kruispunt afkomt, waar 50 is toegestaan. Het verkeerslicht staat al 9 seconden op rood, toch rijdt de bestuurder gewoon door. De nietsvermoedende Ford-bestuurder kan de Golf dan niet meer ontwijken. Beide bestuurders kwamen er zonder ernstige verwondingen vanaf. De bestuurder van de Volkswagen kreeg een boete voor zijn gevaarlijke rijgedrag.